Goed. Ja. Voor de Zomerdam 2 moeten we knieën aanvullen. En dat bleek eigenlijk heel lastig te zijn. Die komen normaal nooit bij de houthandel terecht. Die worden in het bos gelijk kort gezaagd, versnipperd of tot kachelhout. Dus we moesten terug naar de bron. Niet meer bij de houthandel, maar bij het bos. Ik heb een bevriende rentmeester benaderd en die bracht ons in contact met de bosbaas van Landgoed Midachten. En die bleek een en al enthousiasme te zijn. Die is bos voor ons ingegaan op zoek naar bomen waarvan hij dacht dat daar voor ons de goede knieën in zaten. Dat was aan het begin van de zomer in juni, dan mag je geen bomen vellen. Inmiddels zitten we tegen de herfst aan en kan dat wel. Afgelopen maandag konden we terug naar Midachten. De bosbaas had twee zagers, klimmers geregeld die de boom ingingen om niet de boom te vellen met als gevolg dat de knieën op de grond maar een stukken lagen. Dus er is een klimmer de boom ingegaan met een kettingzaag, heeft op onze aanwijzing daar de geschikte knieën, zomaar dan twee, uitgezaagd. En zijn collega liet die langzaam afzakken. Hele ochtend aan het zagen geweest totdat we ruim genoeg knieën hadden voor het aanvullen verder. En eind van de ochtend werd een van de pachters, een boer van het landgoed, gebeld dat hij met zijn paard en slee kon komen. En die heeft voor ons uit het bos, wat voor de rest met motorvoertuigen niet toegankelijk was, de stammen naar de weg toe gesleept. Ze waren ook te zwaar om met menskracht te vervoeren. Dus dat ging helemaal perfect. Nou, dan nog het geluk dat het de mooiste herfstdag was die je treffen kon. Herfstkleuren in het bos, zonnetje erbij. Paard die met de slee daar de ene na de andere knie het bos uittrekt. Het was helemaal schitterend. En nou ja, nu ligt het hier klaar. En dan gaan we mooi, deels met handgereedschap, daar prachtige knieën voor het Zomerdamschip van hakken.